gaan wij eerst een kruis vouwen. Leggen we de puntjes op elkaar. En dan maken we een vouw. Doen we hem open. Leggen we de andere kant de puntjes op elkaar. En dan maken we ook een vouw. Doen we het open. Daarna leggen we het op de kop. En vouwen we het naar boven. Zo. Doen we hem weer open. Daarna gaan we hem weer op de kop leggen. En dan gaan we de puntjes naar beneden duwen. Het midden naar beneden duwen. Dan pak je de twee zijkanten vast. En die duw je naar elkaar toe. En dan zie je zo, als je hem verder naar beneden duwt, een dubbele driehoek. Ik zal hem nog even één keer voordoen. De twee zijkanten duw je naar elkaar toe. Duw je naar beneden naar de tafel. En dan heb je zo een dubbele driehoek. Dan vouw je één puntje naar boven. Andere kant ook. Eén puntje naar boven. En dan vouw je één flapje om. Zo. Dan pak je je werkje. Ga je hem weer omdraaien. Dan vouw je één flapje naar boven. Andere kant ook weer. Eén flapje naar boven. Nu pak je het gedeelte waar je de drie flapjes hebt. En dan moet je dus zorgen dat je twee aan de ene kant hebt, twee aan de andere kant. Dus die duw ik opzij. Dan draai ik mijn werkje zo om. Dan heb ik hier één blaasgaatje waar ik zo meteen in kan blazen. En dan vouw ik een vlieger, maar dan iets voorbij de middenrand. Zo. Dan maak ik hem weer open. En dan ga ik de andere kant ook mijn vlieger vouwen. Maar dan iets voorbij de middenrand. Zo, en dat doe ik zodat ik ze er nu in elkaar kan duwen. Zo, dan ga ik mijn werkje weer omdraaien. Zo, dan ga ik weer mijn vlieger vouwen, maar weer iets voorbij de middenrand. Weer open. Andere kant ook weer. Iets voorbij de middenrand. En dan ga ik dus weer een vlieger vouwen, maar dan in elkaar vouwen. Zo. Dus ik hem nu een beetje uit elkaar haal. Zo. Dan zie ik daar mijn blaasgaatje. Als hij niet groot genoeg is, moet ik hem iets groter zien te maken. Zo, hij laat los. En dan ga ik erin blazen. En dan heb ik hem zo opgeblazen. Daar heb ik ingeblazen. Dan heb ik hem een beetje bol gemaakt. En dan ga ik nu de puntjes van mijn tulp naar buiten vouwen. Dan heb ik nu mijn tulp. En dan pak ik een rietje erbij. En die schuif ik dan in mijn blaasgaatje. Gaatje wat groter maken. En dan heb ik een tulp op een rietje. Nog leuker als je een fles bijpakt. Kan het fles nog mooi versierd worden waar ik een labeltje er niet af heb getrokken. En dan heb ik straks een bos vol tulpen. Kan je hem toch in de avond leggen? Dus misschien om zo te kijken.